Vakbond Abfacabo FNV gaat op 20 april het stadsvervoer van HTM buiten de spits platleggen. De actie is een protest tegen de voorgenomen bezuinigingen en de aanbesteding van tram en bus. Daardoor maken ook andere bedrijven dan HTM kans op de vergunning voor het verzorgen van het stadsvervoer. De exploitant van de Uithof moet eigenaar Estrade gewoon huur betalen. Dat heeft de rechter bepaald. De exploitant weigert huur te betalen vanwege achterstallig onderhoud. Estrade zegt vanwege de staat van het pand al minder huur te vragen. Bovendien is er na een reeks tegenslagen geen geld om het gebouw op te knappen. Met de actie De Biet moet blijven gaat de SP vanaf zaterdag protesteren tegen de sluiting van 6 bibliotheken in de stad. Volgens de SP is sluiting van de bibliotheken oliedom en zijn het de best bezochte culturele instellingen van Den Haag. De partij gaat handtekeningen ophalen en verwacht de steun van duizenden Hagenaars.